Ja, top. Moet ik hier misschien iets opendraaien? Of... Ah, wacht. Wacht. Had hij ook in de ding verkeerd gegaan? Ik moet ergens openzetten. Dat is hier. Hey, is dit even mooi? Zonder moeite. Het had even een dag nodig, maar hier zijn we dan eindelijk op het water. En ik zal jullie heel even kort vertellen wat het strijdplan is. Ik heb op dit water vorig jaar ook al gevist. In mijn Keep Searching serie heb ik hier met Daan gezeten. Had ik een hele serie vissen overdag gevangen. En dat smaakte wel naar meer. Zeker omdat er dus een rivier aan vast zit. En ik zoiets had van, joh, ik wil dit jaar wel graag op een rivier vissen. Dus ik zei tegen Piel, wat denk je ervan? Het vet om gewoon even een zieke uitdaging aan te gaan. En als we het gewoon eens even helemaal anders gaan doen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben namelijk een raptorvlot geregeld. Weet je, zo'n drijvend ponton. Want ik dacht, als we die nou in het midden van dit water neer kunnen leggen, kunnen we in ieder geval vissen en voeren waar niemand anders bij kan komen. En dan kunnen we wellicht wat moois op gaan bouwen de komende dagen. Dus we hebben de tijd genomen, we hebben 2 weken ervoor. We gaan nu eerst even wat voer strooien. Morgen wil ik ook eigenlijk even gaan duiken en kijken hoe het onder water eruit ziet. We gaan nu even wat GPS-punten neerzetten. We gaan denk ik 1 kilo of 15 verspreid voeren. Klinkt misschien veel, maar er zit een hoop meerval op dit water. Er zit een hoop witvis van de rivier. Dus we hoeven denk ik niet bang te zijn dat het weggevreten wordt. Het leuke is, als we gevoerd hebben, gaan we als de brandweer de vispel uit de auto halen. Gaan we de rivier op. Ja, stop, je vergeet 1 ding. Waarschijnlijk is het nachtwerk als de hengeltjes lekker in liggen en dat we neer kunnen ploffen. Maar dat deert niet. We gaan nu even bepalen waar we ongeveer gaan vissen. Het is overal even diep. Er staat een berg met wier. Dus het is puur gewoon even, joh, wat vinden we een mooi plekje. Strategisch mooi plekje. Inderdaad. Dus laten we even gaan kijken. Ah. Ja, dit is dus de afstand. We gaan even kijken hoeveel ruimte er tussen de boeien staat, want anders kunnen we de boeien aanhouden als stekken. Dus we zijn nu 23 meter van de boei verwijderd. Ah ja, en nu komt het allermooiste van het vissen in Frankrijk en dat is voeren. We hebben 2 smaken bonnies. Uiteraard jongens, de welbekende KWO Squid Special en de Proline NG Squid, 2 keer squid, maar wel met verschillende vismelen erin. Dus we gaan heel verspreid voeren over een hele grote strook. En uiteindelijk komt het erop neer dat al die vissen die op die put zitten, moeten hier op onze voerstek gaan komen. Oké, boys en girls, we hebben gevoerd. Het is een kilootje op 16, 17. We dachten net van, we gaan nu vanaf hier naar onze stek toe varen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan de boot op het dak van de auto gooien. En dan eventjes richting de barrage rijden. Want dan scheelt het ongeveer 5 kilometer varen. Maar dit gaat wel extreem kras geven. Ja. We zien dit er even op draaien. Hey. Ah, knopje erin en klaar om te gaan. Tuurlijk. Het ziet er niet echt uit dat dit rustig is, toch? Dit ziet er vrij extreem uit. Oké, jongens, we zijn nu bij de barrage. En Mark, op een schaal van 1 tot 10, hoe hard stroomt het? 11. Ja, het is niet te doen om hier te vissen. Sowieso, wij zijn niet zo heel erg ervaren met het bootgebruik en benzineboten. Ja, maar luister, ik ga hier echt niet de rivier op, jongen. Dat is sowieso verzuipen. Ja, als je hier nu erin valt, dan ben je sowieso morsdood. Dus we gaan even een stekje zoeken, een stukje verderop langs de rivier. En wie weet vinden we wat moois. Want ja, natuurlijk vinden we wat moois. Blijf zoeken. Met andere woorden, waar is het middenstuk? In de bus waarschijnlijk. Hier in de stek. Echt? Het is ongelooflijk, maar we zijn op de rivier. Zojuist even bij de barrage wezen gluren, maar dat was echt niet te doen qua stroming. We zitten nu bij een kommetje, tenminste we zitten nog niet. We gaan ons installeren hier bij een klein kommetje, een tip gekregen. Het ligt net even uit de stroming, het is wel mega ondiep. Maar goed, ik denk dat we hier 3 hengeltjes in totaal kwijt kunnen, maar dat is helemaal prima voor het eerste nachtje. We zijn allebei ook moe als de brandweer. Ja, aardig naar de kloten. Dus ik ben blij dat ik lekker kan crashen. Ja, het zou echt
echt ziek geluk zijn als we gewoon een vis zouden vangen. Ja, we zijn net al tegen elkaar van, we vissen eigenlijk voor één vis vannacht. Als die komt zijn we super blij en dan is het een mooie kick-off. En wat ook wel positief is, omdat de rivier zo hard stroomt, zou het dus eigenlijk niet anders kunnen dan dat de vissen zich heel erg thuis voelen op de put, omdat daar dus veel minder stroom in staat. Dus fingers crossed dat die theorie klopt, goed is. Want dan ligt de vis op het voer. Ha! Ja, ja, dan zal ik mijn leven eens even gaan wagen. Ik ga links vissen, twee hengels. Relatief eenvoudig, lekker zwaar lood, 220 gram. En mijn rechterhengel gaat wat meer de stroming in, gaat 280 gram aan. Deze met een snowmannetje, de andere gewoon met een 30 mm bottombait. Mark gaat twee hengels die ze onder de kant leggen, vol in de stroming. Dus we zitten eigenlijk met vier hengels op, ik denk, 30 meter dan te vissen. Maar ja, we zijn gewoon een soort amateurs vandaag. En ik ga me proberen niet te verdrinken, jongens. Let's go. Ja, dat is gevaarlijk hoor. Ja. Ik ga wel gooien. Ik lig klaar om te gaan stukken, jongens. Pilar wilde ze net niet in elkaar zetten, want het brengt vaak geluk als je net niet klaar ligt. Al ga je er niet vanuit dat je wat vangt. Maar ik zeg, laat maar even wel doen, want het kan zomaar gebeuren. Ik heb best wel oké gevoel. Ook al zitten we echt bizar te vissen. Maar anders wordt het chaos vannacht. Als we hier een rund krijgen, jongen, die vis gaat de stroming in. En die komt waarschijnlijk 300 meter verder ergens een keer uit het water. Maar goed, we gaan het zien, jongens. Wij gaan slapen, wel te rusten en tot zometeen.